Hoi, ik ben Maike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 4.2, de bouw van botten. In deze video kijken we naar je beenderen, je botten dus. Wat is het verschil tussen bot en kraakbeen? Waaruit is het opgebouwd en wat is de functie van rood en geel beenmerg? In je lichaam vinden we verschillende typen beenderen. We herkennen lange beenderen die het lichaam dragen en beweging mogelijk maken, platte beenderen die de organen beschermen en waar spieren vaak aan verbonden zijn, en tot slot zien we onregelmatige beenderen. Welke functie deze beenderen hebben, bepaalt ook hoe deze beenderen eruit zien. In de video over basisstof 4.1 hebben we al gezien dat je beenderen belangrijk zijn voor de stevigheid en beweging. Je skelet heeft dus vier functies. Stevigheid, beweging mogelijk maken, het beschermen van je organen en het vormgeven aan je lichaam. Maar beenderen hebben nog een belangrijke functie. In de beenderen worden namelijk bloedcellen geproduceerd. In je lange beenderen vinden we naast botcellen en tussencelstof rood en geel beenmerg in de holte tussen de botcellen. In het gele beenmerg worden vetten opgeslagen als reservestof. Dat kun je makkelijk onthouden omdat vet een beetje gelig van kleur is. In het rode beenmerg worden bloedcellen geproduceerd. Ook dat is makkelijk te onthouden, want bloed is rood. Rood beenmerg vinden we niet alleen in lange beenderen, maar ook in de platte beenderen. In de beenderen vinden we naast beenmerg ook botcellen en tussencelstof. Hoe stevig een bot is, is afhankelijk van de botcellen en de tussencelstof. We kennen twee soorten beenderweefsels. Botweefsel en kraakbeen. In botweefsel zijn cellen met uitlopers te vinden. Deze uitlopers vormen een soort van netwerk in het weefsel. Kraakbeencellen zijn glad van vorm en liggen los in het weefsel. Naast een verschil in de vorm van cellen, verschilt ook de tussencelstof tussen botweefsel en kraakbeenweefsel. De tussencelstof in kraakbeen is elastisch. De tussencelstof van botweefsel bestaat uit collageen en kalkzouten. De kalkzouten zorgen voor stevigheid. Collageen wordt ook wel lijmstof genoemd en zorgt dat het bot toch een beetje buigbaar is. Wanneer er weinig collageen aanwezig is, breekt het bot gemakkelijk. Wanneer je een bot in zoutzuur legt, dan wordt het buigbaar. En dat komt doordat de kalkzouten oplossen in zoutzuur. De stevigheid verdwijnt. Hou je een bot in een vlam, dan is het makkelijk breekbaar. De collageen verbrandt eerder dan de kalkzouten. De buigbaarheid verdwijnt. Dit verschil in cellen en tussencelstof zorgt ervoor dat kraakbeen buigbaar is en botweefsel hard is. Kraakbeen kun je dus bewegen, zoals je oren, het puntje van je neus, maar ook als verbinding tussen beenderen, zoals tussen je ribben en borstbeen. Bot geeft stevigheid. De meeste beenderen bestaan daarom uit botweefsel. De samenstelling van je skelet is niet je hele leven gelijk. Pasgeboren baby's hebben veel meer kraakbeen. Het skelet is dan buigzaam. Dit is handig tijdens de bevalling. De baby kan dan makkelijk geboren worden. Wanneer je opgroeit, verandert veel kraakbeen dan in botweefsel met veel collageen. Word je nog ouder, dan bevatten je botten steeds minder collageen en steeds meer kalkzouten. Het bot wordt dan steviger, maar ook breekbaarder. Oude mensen breken daardoor gemakkelijk iets wanneer ze vallen. Pasgeboren baby's hebben meer dan 300 botten. Volwassenen hebben 206 botten. En dat komt omdat, naast een verandering in de opbouw van botten, beenderen ook vergroeien wanneer je opgroeit. Het bekendst zijn de botten van je schedel. De schedel bestaat bij baby's uit verschillende botplaten met daartussen fontanellen. Hierdoor kan de schedel iets kleiner worden wanneer het hoofdje door het bekken moet tijdens de geboorte. Na de geboorte groeien de botplaten in ongeveer anderhalf jaar tegen elkaar aan en vormen ze een naadverbinding. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!